Ieder moment nu kunnen we horen of de Europese Marslander Schiaparelli, want zo heet hij, op het oppervlak van Mars is geland. Hij zou om tien voor vijf vanmiddag landen. Het signaal, of dat nou wel of niet gelukt is, zou ongeveer ons nu moeten bereiken. Dus we kijken nu hier achter me. Ja, het ziet er, nou ja, het er ziet er raar uit, maar live mee vanuit beelden die ons bereiken vanuit Darmstad, waar het zenuwcentrum van de ESA zit. De landing van Schiaparelli is onderdeel van een dubbele ruimtemissie van de ESA. Behalve de lander is er namelijk ook een satelliet in baan rondom Mars gebracht. om metingen te doen aan de atmosfeer. Matthijs, eh, nog geen teken van leven? Nee, en dat was het wel op zich. maak je ons zorgen. Ja, dat klinkt meteen eng, want het ja. is nog best wel spannend. zo'n zo landing. Maar eh, ja, het had ook binnen 10 minuten. hadden we kunnen weten of het was gelukt. Vanuit India werd er meegeluisterd. Uh, met ja, wat die lander vertelde aan zijn satelliet in een baan om, om Mars. Kijken of we iets konden oppikken met zo'n hele grote ruimtetelescoop, met zo'n zo geluidstelescoop. Je kent al die grote schotels. Werd ja. meegeluisterd. Nou, dat is mislukt. Dus toen zok iedereen een beetje van, oh, maar toen zei de ESA, achter is ook helemaal nooit grote kans dat het zou lukken. Nee, we wachten op de berichten van die satelliet die ze heeft ontvangen van de lander. En die satelliet zat afgelopen uur achter Mars. Is nu weer tevoorschijn gekomen. En nu, ja, als je ESA Operations op Twitter volgt, is het wel spannend. Maar ze blijven maar dingen roepen als, ja, dit duurt altijd lang. En, uh, maar ja, nu zou het ongeveer precies. moeten komen. Maar um, ESA heeft een beetje een uh, nare geschiedenis. Als het gaat om landen op Mars. De ja. vorige landing mislukt. Dus is het zo moeilijk op die planeet om te landen? Ja, het is vooral moeilijk omdat je heel hard aankomt. En omdat het heel moeilijk remmen is in een planeet met een hele ijle atmosfeer. Ik geloof 2% maar van de dichtheid van de aardse atmosfeer. Dus het is moeilijk landen. Nou, ze hebben een mooie animatie gemaakt van hoe dat gaat. Eerst wordt er op het hitte-schild geland. Dan vervolgens gaat het een tijdje aan een parachute. 21.000 kilometer afremmen in 6 minuten. Dat kost. Dus heel wat energie. En op het eind komt dan die lander eruit. En die heeft nog eens eigen raketjes om de laatste vaart eruit te halen. En dan ploft hij de laatste 10 meter. Om het toch weer even spannend te maken. Gewoon uit de lucht. Rakketten eruit. En boef. Daar gaat hij. En ja, dat met fragiele apparatuur. Ja. Uh, en dat is dan spannend of het gelukt is. Ja. Ziet er een beetje uit als een. Uh, ja, wat is een beetje elkaar geknutseld. Van, uh, ja, dat is altijd uh, aluminium. Ja, ja. Het moet niet te zwaar zijn, want het moet ook. Opstijgen uit, uit deze Gravity Well. Hè? Ja. Uit, uit de aarde moet het eerst worden omhoog gestuurd. Dus dat is ook altijd heel duur als het heel zwaar is. Goed, terwijl we wachten. Um, leuk hoor dat Europa naar Mars gaat. Maar ja. we zijn niet de eerste toch? Nee, dat is eigenlijk wel droeven we voorkomen. Heel laat komen wij op Mars. Al vanaf de jaren zeventig zijn we op Mars. Jaren zeventig? Ja, nou ja, niet wij. De, de software Niet de, mensen, de, de, hè, maar de, de, apparatuur. De. Ik heb een plaatje gemaakt van. Ik loop er even naartoe van alle. Ja, hoor je uh, erop, hè? Missies 70, ja. op Mars. Ooit was Mars. Uh, 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 ja. Woest en ledig, zullen we maar zeggen. Er zat er niks. Maar in de jaren 70, begin jaren 70, al drie Russische missies die slaagden. Ze hadden er zes, maar een paar mislukten. Uh, de, de een van deze missies is ook gecrashed. Daar hebben ze ook nooit meer wat van gehoord. Halverwege de jaren 70 gaan dan ook de Amerikanen. Het is no de race om de maan is geweest. We gaan nu een race om Mars doen. De Amerikanen landen ook met twee missies. Dan is het een tijdje stil. Pas in de jaren uh, 90 landen weer twee Amerikaanse missies. Die onze daar was een interessante bij de poolcirkel of bij de pool van Mars op zoek naar water, Vloeibaar water, bevroren ja. water. IJs. Ja. We hebben ze toen wel gevonden onder uh, de aarde. Nou, dan deze eeuw. Stuitert het helemaal vol. En vooral veel Amerikaanse missies. De meeste geslaagd. Dat waren die wagentjes die er rondreden. Een aantal daarvan rijden nog rond. En daar zie je de eerste Europese missie. Mislukt helaas. Die is dood, he? Ja, die, ja die, dat die, is de, twee, de ja. Een Britse, uh, Britse okay. robotwagentje wat daar is geland. We hebben nooit meer wat van gehoord. Dus nu doen we het voorzichtig. Uh, die landing van vanmiddag die vond in het midden van, uh, van deze kaart uh, plaats. Ja, en dat is niet eens een echte robotwagentje dat is dus alleen nog maar eigenlijk een proeflanding en dan later in 2020 sturen we ons eerste robot en die zal iets ten noorden daarvan terechtkomen. Een soort zilveren pannenkoek die ligt daar nu in, uh, als het goed is in het En die moet nu zeggen ik leef nog en ja. als hij dat zegt dan is iedereen blij want dan durven ze dat dure robotje ook te sturen. Waarom willen we daar naartoe? Waarom doen we dit? Ja zoals de mens... Uh... Roland, de mens wil ontdekken. Die wil, die wil weten wat er is. Die wil, uh, die wil ja, de grenzen verleggen. Dat, en wetens, wetenschap bedrijven. Maar gaan we ook wonen? Dat was toch het hele idee? Dat er uiteindelijk, als er de aarde niet meer leefbaar is, dat we dan naar Mars gaan? Nou, dat is misschien een hele goede reden op lange termijn om het te doen. Om ons DNA wat te spreiden over meerdere planeten. Als ja. we nog eens een keer iets neerslopen op deze. Maar deze missie wordt uitgevoerd om te kijken of er leven is op Mars. Ik zie hier een grafiekje en dat moet oh, ook. Oh, en een Oh, een blij man. Ik ben we have de uh, satellites around Mars. This will need to be confirmed, but this is really what we were expecting at this time. Ja. Oké, okay, Michel Denis, flight director. We could hardly understand a word. Kijk, ja, he blij zijn. Blij mensen dus. Ja, ik zie but ook op Twitter Andrea dat ze and zeggen: and we and hebben nu het be, signaal, signaal van, de, van de orbiter, <laughs> van de satelliet ontvangen <laughs> op aarde. Eagle has landed. En, en dat, 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 my dat my signaal is dat het landertje heeft gezegd. Ik ben er nog. Wat hij heeft gezegd, gaan ze nu onderzoeken. Ja. In elk geval er is er een signaal binnen. Nou, dat is hier in een mooie plot weergegeven. Juist. En hij is dus geland en is niet stuk. Nou, daar is in Europa zijn ze daar nou, al heel erg <laughs> gelijk geluk. om. Omdat maar het is ook heel spannend. Niet Je te kunt, laten crashen. Je kunt okay. het niet besturen. Hij moet het allemaal automatisch doen. Met een paar eh, signalen nog van de aarde, een paar regeltjes, programma... is hij gewoon dit zelf gaan doen. Onder die moeilijke omstandigheden. Mm. Dat is eigenlijk ook wel heel knap. Ja, de, dit is dan alleen nog maar de... De is de... He, die de zilveren pannenkoek, laat ik ja. maar eventjes zo zeggen. Maar dit moet dus een voorbode zijn van meer. Ja, dus deze lander die gaat, die gaat vooral laten zien dat hij kan landen. Ja. Ook een beetje metingen doen, nog een beetje video maken. Dan hebben we die satelliet die hem heeft gebracht. Die gaat in de baan rond, rond Mars meten naar gas en ontdekken of er methaangas is. En of dat dan misschien een biologische oorsprong heeft. En dan uiteindelijk moet dat leiden in 2020 tot het landen van ons eigen robotwagentje. Ik zeg het maar even oneerbiedig. Die gaat twee meter boren... Onder het aardoppervlak om te kijken of er misschien microbiologisch leven is te vinden. Ja, En, en uh, dat is dan van belang voor ons. Dat, dat is, is belang we... voor ons. Dan weten we weer meer. Uh, de Amerikanen hebben natuurlijk hun wagentjes al rondrijden. Waarom moet er dan nog een Europees wagentje bij? Nou, dat hebben wij gevraagd in Noordwijk, want daar zit het onderzoeksbureau van ESA aan de onderzoeksdirecteur en die legt uit waarom er ook nog eentje van ons bij moet. The American Curiosity mm -hmm. Rover is a geologist. Yeah. It's a robotic geologist. It finds the traces of uh, water which was on Mars because that's where most likely there's been life. Yeah. We will send the biologist. It will have a drill, it'll be able to go two meters underground, and that's the only way you can find something that survives the radiation on the surface of Mars. And it will have the capacity of analyzing this. Ja goed, die robot die is nu nog niet mee. Nee, die gaat uh, in 2020 gaat hij op zijn uh, Russische raket. Die wordt trouwens voor het grootste door de Russen betaald hoor. Dus het is echt een Russisch Europees project. Uh, en dan gaat hij daarheen en moet hij net zo landen met de technologie die nu. Dus proven is. Hè? Ja. We kunnen het. Dus okay. die gaat op dezelfde manier keer lukt landen. En, uh, nou, dat is altijd nog heel spannend. Ja. Ja. storm staan. Je kan op een verkeerde plek terechtkomen, of scheef terechtkomen, omvallen, kan alles misgaan. Maar nu durven ze dat ongetwijfeld aan om die weg te sturen. En dan kan die gaan boren. Ja en dan toch, ja, je doet een beetje cynisch van: wat hebben we eraan? Ja? Stel je nou eens voor dat er, dat er resten worden gevonden van. Aanwijzing dat er ooit microbiologisch leven is geweest op Mars. Ja, ik vind dat voor de mensheid toch wel een, uh, weer een stapje vooruit. Meer kennis over wie we zijn, waar we zijn, waar we, zijn, waar we horen in het heelal. En Ik zie je nog steeds dolgelukkige mensen? Ja, uh, ja. dat is heel leuk. Ja, maar dat die hadden die ook een ja. in een dag gehad als het weer niet gelukt. Was. Dat was weer niet gelukt. Ja. Wat kost dat nou, zo'n testmissie? Want dat is het toch? Ja, ik weet alleen wat de missie in totaal kost. Dus die twee missies. Dus dat naar is een Mars. hele Nederlandse cynische vraag. Ja, is, nou, het budget was 1 miljard. Dat kregen ze niet helemaal rond. Hebben de hmm. Russen erbij gehaald? En met de Russen lukte het dan wel. Uh, 1 miljard, ga je twee keer naar Mars en dan heb je misschien de hele plek van de, van de mensheid in het hele al veranderd. Oké, okay, ja. eh, maar dan de volgende Nederlandse cynische vraag. Wat hebben wij eraan als BV Nederland? Ja, nou, de ESA werkt eigenlijk heel erg uh, simpel. Als je meedoet en meebetaalt, dan krijg je ook orders. Ja. En een deel van dat geld wordt opgemaakt in Noordwijk, waar dus ESTEC zit, het onderzoekscentrum van de ESA. Het is een belangrijk ruimtevaartkundig centrum in de wereld. En daar worden alle... Is deze missie helemaal ontworpen? Is de zijn apparatuur is daar ontworpen? Is gebouwd uiteindelijk in Italië, maar is weer getest in Noordwijk. En dan, ik heb het even gevraagd aan, uh, aan ESA van What's In It for Us. TNO heeft zonnesensoren geleverd voor de huidige missie. Bradford Moog heette, denk ik, uit heerlen. Een ruimtevaartbedrijf. Een Nederlands ruimtevaart heeft kleppen geleverd voor deze missie. En als ze dan de tweede ronde gaan in 2020, doet Airbus in Leiden ook nog mee met de zonnepanelen. Nou, en dan verdienen we weer lekker. Oké, okay, en dan even ja. dan de gekke vraag. Want we hebben Elon Musk gehoord. We gaan naar Mars. En vervolgens komt de, de Amerikaanse president Obama er ook nog ja, over 2030, Voor 2030. Uh, nou, de hele, ja. hele bevolkingen hebben we er al bedacht. Gaat dit nog een rol spelen in dat hele verhaal? Of is het gewoon een beetje een sideshow van de Europeanen? Nou, dit is niet past niet in het, in het scenario. He, in de, de directe weg van mensen op Mars. Dan zou je andere dingen willen doen. Zou je daar al misschien al voorraden willen neerzetten en dat ja. soort zaken. Maar wat dit wel in past, en dat is een beetje de ethische discussie rond Mars, stel je voor dat er nou leven is. Uh, dan wil je daar eigenlijk niet landen. He, er zijn nu hele ethische discussies over. Waar moeten we nou landen als we de mensen neerzetten? Dat doen we nog lang niet. Hoe mag dat? Snap ik niet. Je wil de... er niet landen als er leven is. Nou ja, dan vervuil je het bestaande leven, hoe minimaal of, of dood het al is, yeah. met aardse microben. Oh, dat is biologisch, hè? Dat, ja, dat is ik. eigenlijk milieu. Zit je het milieu al te vervuilen met je eerste stap? Ja. En dus is het wel dat belangrijk, wij... ook juridisch belangrijk, om te weten waar je gaat landen. Dat je daarvoor je best hebt gedaan om uit te vinden dat daar niet al Leven Is en dat kunnen de Europeanen dan behelpen in 2020? Roland is matig uh, overtuigd. Ja, we Tot hebben Australië we... verpest, we hebben Zuid-Amerika verpest, dus ja. uh, en nu wat... Mars. Ja, oh, mars, de rest ja. van het hele land ook maar goed. Doe ja. maar straks inzetten we de.